Kom aan! Nee, laat me hieruit! Kom aan! Welkom iedereen bij JCRV Games. En vandaag zijn we in Minecraft Xbox 360 Edition. En we spelen Crazy Parkour. Gemaakt door JCRV Games. Dus de instructies zijn: loop het parcours af en vind de schat. Pak de items uit de kist en enjoy. Dus ja, laten we dat doen. Deze map komt ook nog op server rond Kerstmis. Ik zal ook nog mijn username van de Xbox geven in de beschrijving beneden. En daar kunnen jullie alle informatie vinden wanneer hij uitkomt en wanneer jullie hem kunnen spelen. Hier is een enderpearl. Ik weet niet of ik die nu ga nemen, want als ik die nu neem en ik ga dood, dan ben ik hem kwijt. Maar ik kan hem nu ook nemen en ik val bijvoorbeeld naar beneden, dan kan ik hem omhoog gooien. En ja, zo kunnen we dan verder spelen. Dus de bedoeling van het parcours is, loopt het helemaal af tot aan die toren daar. Je ziet hem wel. Met zo'n zwart lijntje tussen waar mijn kruis nu precies op is. En daar vinden we normaal gezien de schat. Of niet, misschien moeten we ook verder gaan. En als we naar beneden vallen, zien we soms zo een gat gewoon in de grond met lava erin. En dan springen we er gewoon erin. En dan spawnen we hier terug, want kijk... Daar staat mijn bed. Fijn. Dus ja, laten we beginnen. Ik ga nu al mijn enderpearl meenemen, want anders zou het een beetje cheater zijn. Want je hebt enderpearl, kan je zo makkelijk verliezen. Dus laten we beginnen. Oké, dus je kan het parcours zien door de niet besneeuwde stukken. Oh mijn god, dit is ver. Oh. Ongevallen boom. Dus je kan het parcours zien door niet besneden stukken of door gewoon zwevende blokken in de grond die aanduiden dat het parcours daar is. Allee. Serieus? Oké, dit is echt wel trolling. Ik denk dat je hier op moet. Als je hier in het midden gaat. Wat zou er dan gebeuren? Want het ging omhoog en toen ik sprong ging het naar beneden en ik kon er juist niet op kraken. Dus misschien zou ik dan in het midden komen en vastzitten. Ik neem het risico alleszins niet. En spring gewoon verder. Oké, ik kon de Minecraft nemen. Hij is al weggereden, maar ik zou het toch niet hebben genomen, want het valt in de afgrond. Oké, ik probeer hem kapot te maken, want... Oh. Ik heb een minecart. Gezellig. Dus ja, ik probeer hem kapot te maken, want anders kan ik gewoon niet door. Wacht. Ik kan hierop. Dat is 2 hoog. Dus ik denk dat ik... Oké. Oh, een wolf! Oh, die is schattig. Maar ja, nu gaan we door met ons... Dit is veel. Oh. Nog zo'n boom. Wow. Ah. Oké, nu ben ik mijn enderpearl kwijtgeraakt. En nu moet ik heel het parcours terug opnieuw doen. Ja. Terug opnieuw. Shit, hè. Sorry voor de vloeken. Voor het vloeken, sorry, varken. Ik zie jullie terug. Oké. Oh, ik vergeet het altijd. Shit! Nee! Serious? Kom aan! Nee, laat me hieruit! Kom aan! Ja! Het is gelukt! Oké, right. Oké. Oh. Nee. Kom aan. Dag. Mijn enderpearl lag er nog. Oké, ik ben hier terug. Ja, het was even...
Dit is lastig. Ik snap niet hoe ik dat ooit heb kunnen doen. Of hoe dit ooit gaat lukken. Ik val altijd. Rustig, rustig. Concentratie. Ja! Yes! Eindelijk. Dan moet ik zien dat ik hier gewoon niet afglij. Wow. Oké. Okay. Oh, ik hou altijd mijn adem in. Als ik moet springen. Oh, gebukt. Dit is zo spannend. Oké. Hier komt hij dan. Hier komt hij. Oké, waar word ik heen? Oké. Oh. Nee, oh. Oh. Is dit dan mogelijk? Nee! Nee! Het moet mogelijk zijn. Wauw, wat een mineshaft. YOLO. Of YODO. Oké, ik ga verder gaan en verder gaan en verder gaan. Totdat ik daar terug ben. Glibberig en glij. Oh, ik zie bijna niks, het is nacht aan het worden. Nee, ja. Ha. Oh, het zijn de geluidjes die het eng maken. Voor mij toch. Oh. Ja, nu zie ik niks. Ja, wat moet ik dan doen? Ik wacht totdat het terug dag wordt. Jongens. Oké, ik zie al meer. En de maan staat daar. Ja! Yes! Oké. Oké. Ja. Ik ga hier gewoon voor de nacht blijven wachten, want dit wil ik toch in de dag doen. Ja. Ik heb iets gevonden. Kijk, ik kan deze kist openen. En ik zie wat erin zit. En een pearl. Dus stel dat ik straks die enderpearl gooi en ben ik gewoon binnen. Maar ja, het is ook een beetje cheatachtig, want eigenlijk, nee, eigenlijk niet. Want in het begin kregen we een enderpearl, maar, grote maar. Misschien heb ik die enderpearl nog nodig verder, want ik zie daar zo een netherportal. En misschien... Heb ik die enderpearl nog nodig daar in die nether? Dat is misschien een beetje lastig. Dus, weet je, ik ga niet meer wachten. Nee, man. Oeh, ik ben er. Oké, dit is gelukt. Ja, dus wat staat hier? Ga naar de nether om de schat te vinden. Dus de schat zit duidelijk wel in de nether. Eigenlijk is dit wel een heel cool netherportaal. Oh, ik wil niet naar de nether nu. Dat is wel een cool netherportaal. Kijk, zijn precies blaadjes van de bomen die binnen waaien ofzo. Washoom, washoom. Dus ja, dan ga ik maar nu naar de nether. Zonder enderpearl. Tum tum prrrr. Entering the nether. Haha. Oh nee, ik wil niet terug. Durft hij wel? Oké. Wow. Wow, dit zal nog moeilijk worden. Wow. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik zie daar widderhoofden. Ja? Het lijkt op widderhoofden. Oké, ik ga nog even denken hoe ik dit allemaal ga doen. Oké, dus normaal gezien
is het als je doodgaat dat je terug spawnt in het begin. Maar het is nog een beetje lastig om nu gewoon te zeggen, ja, ik ben eraf gevallen, ik moet helemaal terug naar het begin gaan. Dus laten we dan zeggen dat als je eraf bent gevallen, dat je gewoon terug naar hier komt. En dat je dan gewoon vanuit de nether terug begint. Als je nu doodgaat, oké, dan spawn je terug gewoon in het begin. En dan doe je gewoon het begin. Ja, dat is wel spijtig. Maar dat zijn de regels. Laten we verder gaan. Oké, met de texture pack kan je misschien niet goed zien wat dit is, maar dit is glowstone. Kijk, naar het plafond. Oh shit. Shit, nee. Holy. Oh, sta ik? Oh nee, ik sta in brand. Nee, spring. Oh, spring. Serieus. Oh, ik ben brandend. Oh, oké, het is gestopt. Oké, dit was wel even spannend. Gewoon direct een fail gedaan. Weer hoog. Oh, dit wordt zo'n fail. Fiek. Nee. Oh, gelukkig heb ik regen. Gewoon omdat ik vol eten heb. Ah, ik brand. Ah, ik sta in brand. Een brandende man. Zielig. Shit. Dit gaat zo lang duren. Ik weet niet hoe het komt, want eigenlijk is dit deel niet zo moeilijk. Oh, dit is ver. Hey, wat een glitch. Kom aan. Serieus? Oh. Ja. Oh, ik moet over lava springen. Oh, nee. Oh, geef me regen. Please. Oh, dit is... Oh. Hoe ga ik dit voor mekaar krijgen? Oh, ik brand niet meer. Yay! Fijn. Spring. Nee, je gaat niet dood. Oké, in het echte leven zou dit niet kunnen. Maar, gelukkig heb ik regen. Dan moet ik misschien niet in de kist doen, want regen, dat kan eigenlijk amper. Maar ja, laten we doorgaan. En ik mag weer van het begin beginnen. Oké, eindelijk ben ik er terug. Oh, ik dacht al dat ik daarom moest. Oh. Oh, moet ik echt naar beneden springen? Oké, ik weet dat ik soms een beetje bang kan zijn, maar... Hoe zou... Oh. Ik zei het toch. Ah. Ik spring op zo'n witte hoofd. En ik val. Glowstone deel. Oké, ineens gaat het veel beter met parcours. Het is ineens in één keer gelukt om helemaal op te gaan. Ik heb natuurlijk niet gefilmd omdat... Ja, het is niet leuk om altijd hetzelfde terug te zien. Maar het gaat ineens. Nee! Veel beter wou ik juist zeggen. Maar dan ben ik gevallen van zo'n wederhoofd. Dat daar precies. Dus daar moet je dan naartoe. Dus eigenlijk is dit de allermoeilijke sprong van de wederhoofden. Dus ja. Oké. Ik ben er. Laatste. Gehaald. Die binnenhoven zijn echt moeilijk. Maar een beetje creepy trouwens. Oké, dit moet denk ik een merkkasteel voorstellen.
Of toch al sinds het begin. En hier gaan we terug omhoog. Oh. Oh. Moeilijk deel. Yes. 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 Een ghast hier. Bottle of chanting. Enchanting. Een blaze powder. 12 diamonds. 15 goud. 11 emeralds. Een wither skeleton skull. En een eye of ender. Oké. Dit ging goed. En als je deze map ook zelf wil spelen, kijk dan in beneden bij de beschrijving. Daar zie je mijn Xbox Live username. Later komt deze map ook in server. En dan kan jij het gewoon zoveel mogelijk spelen als je wil. Hopelijk kan jij het ook halen. En dan kan jij deze schat ook halen. Kijk ook naar onze andere filmpjes van Robbe, zoals Pixel Gun 3D. En ook naar die van mij, zoals Penalty Shoutout 2012. En nog veel andere en onze Sims reeks. Daag!